moeder ook zei, ja, maar dat was hem, hè. Zet dan maar je geld op Stiba. Oh, ik moet zeggen, dat was een ding, hè. Ik heb niet meer, hè. Wij zullen zien. En je voelt je goed, hè. Ja, dat moet wel, maar je gaat wel goede wijk, maar achter de rug zo. Je moet dat wachten. Wat ik ook al vernomen heb, is dat je volgend jaar, wat zeg ik dit jaar, in de kroos dat je een fantastische bus ter beschikking krijgt, en met van alles erop en eraan wat we nog nooit in de kroos gezien hebben. Wist je dat al? Nee. Ik heb je nou. Oké, dat is goed. Is het ook zo dat jij een afspraak met de Tsjechische president afgezegd hebt om hier te zijn? Ja, dat is wel waar. Ik moet eigenlijk van 7 tot 8 in Brussel met de Tsjechische president zijn, maar ik ben hier. Fantastisch. Liever in Budenhout dan bij de Tsjechische president. Hoe heet hij eigenlijk, die Tsjechische president? Hoe heet hij? Václav Klaus. Klaus? Ja. Gebroken rib? Picardio was dat, hè? En nu sta je hier al. Dat is een wonder. Nee, de rib is nog gewoon gebroken. Dus, En kun je normaal ademen? Of normaal slapen, want als je je verkeerd draait en zo? Ja, dan kan ik het vermijden. En inademen gaat ook een beetje pijn. Dus, in de Pyreneeën, Tom Bonen op hoog te staan. Hoe viel dat mee, Tom? Heel mooie streek. En nog veel meer, neem ik aan. Ja, dat is de moeite. Dat blijkt. De eerste week met Fletcher al wel een klein ticket. De streek dat door en door is van 10 jaar een appartement. En dan kunnen we toch eerst de kleinere baantjes opzoeken en zo. Dat was wel goed geweest. Zij ook iemand van het team en is met hem pas maar op voor Tom Bonen, want hij gaat verder staan dan je vermoedt na zo'n overstage. We zullen het zien, hè. Het is, normaal gezien zou het goed moeten zijn. Ik heb nu een aantal iets mindere dagen gehad.